Afgelopen donderdag kwam Shell met kwartaalcijfers en deze waren iets beneden verwachting. De markt ving het toch wel goed op omdat het dividend omhoog ging en omdat Shell het in de juiste divisies goed deed. En dat heeft alles te maken met de strategieupdate die weer aanstaande donderdag komt, waarvan de strategie eigenlijk al gedeeltelijk is uitgelekt. De strategie komt eigenlijk neer op de middle of the road strategie voor oliemaatschappijen. Er zijn namelijk twee extremen. Het ene extreem is ExxonMobil, geloven in olie en alleen maar daarin blijven investeren. Het andere extreem is BP, dat helemaal op de groene toer gaat en alleen nog maar investeert in zonnepanelen, windparken en dergelijke. Nou, Shell zit daar mooi tussenin. En wij denken dat dat een verstandige strategie is, omdat olie, dat gaat een keer ophouden. Aan de andere kant groene energie, daar zijn heel veel investeringen in. Er zijn heel veel oliemaatschappijen, andere bedrijven die concurreren om die assets. En daardoor worden die assets steeds duurder en daardoor worden de rendementen op die assets slechter. Shell die gaat uit van zijn eigen kracht en gaat meer in chemie. En bijvoorbeeld tankstations investeren met laadpalen. En ze proberen ook in andere sectoren wat meer te winnen, bijvoorbeeld gas. En juist in gas en chemie deed Shell het heel erg goed afgelopen kwartaal. Of goed, iets beter dan verwacht. En dat is in ieder geval het positieve punt. Als we nu vooruitkijken, net 2021 en 2022, dan heeft Shell ook wel een goed vooruitzicht. Dat is omdat de verwachte cashflow, de consensus, is $80 miljard over die 2 jaar samen. En in totaal gaan ze waarschijnlijk zo'n $40 miljard aan investeringen doen. Dus dan blijft er $40 miljard aan cashflow over. Daarvan hebben ze $10 miljard nodig om de schulden af te lossen tot $65 miljard, wat hun doelstelling is. En dan houden ze nog $30 miljard aan cashflow over. Dat kunnen ze mooi besteden aan aandeelhouders, bijvoorbeeld dividenden of aandeleninkoop. En dat is bijna 20% van de huidige beurskoers. Want omgerekend is dat €3,20 per aandeel, die $30 miljard. Dus al met al ziet de toekomst er voor Shell er relatief positief uit, maar dan moet de omgeving wel hetzelfde blijven.